Holland Gamers, ik ben Lars en ja, vandaag gaan we Pokémon Black spelen. En ik ben een jongen. Ja, ik zal wat meer over mezelf vertellen. Ja, zoals ik net al zei, ik heet Lars. Ik maak video's op YouTube van allemaal verschillende games. Daarom heet mijn kanaal ook The Venom Games NL. Ja, we gaan vandaag beginnen en we noemen ons... Holland. Oké, we heten Holland. Vind ik een mooie naam. We gaan Pokémon White spelen. Dit speel ik op een emulator voor de PC. Ja, dat kan iedereen spelen. En op mijn kanaal maak ik daar nog wel een tutorial een keer over hoe je dat speelt. Maar ja, ik ga Pokémon White spelen. Dus als jullie dit meer willen zien, zet dan even in de comments. Want ik weet niet wanneer ik dit ga uploaden. Goed, voor de rest heb ik niet echt veel te vertellen over mezelf. Ja, ik ben 13 jaar en mijn hobby's zijn voetballen en gamen. Ik speel op de PlayStation. En voor de rest heb ik niet echt veel hobby's, maar laten we lekker beginnen met het spel. Je ziet dat maar de helft van het beeld is, Ja, de helft van het beeld, dat zie je maar beeld. Wat onder, dat is met dat touchscreen van de Nintendo. Dus dit is gewoon de intro van het Pokémon White spel. En ik weet niet hoe je dit kan skippen. Niet met enter. Volgens mij moet je dit afkijken of zo, dat weet ik ook niet. Maar ja, een of andere vrouw die in het huis loopt en zo. Ik weet niet of dit ons huis is of niet. Ik heb dit spel eigenlijk nooit gespeeld. Voor de rest speel ik eigenlijk niet zoveel Pokémon. Alleen om te uploaden. Ik heb het vroeger heel veel gespeeld. En ja, we hebben gewonnen. En wat dingen. Ik hoorde van professor dat ik allemaal dingen moet vertellen. En ik weet niet wie Bianca is. Is dat mijn moeder of zo? Ik heb geen idee. Wie is dat dan? Dat is toch. Oh, die is Charlene en Bianca. Nee, dit is allemaal poep waar niemand naar kijkt. Ik wil lezen. Nou, ik kan het niet lezen. Ze zegt allemaal dingen tegen ons wat ons niet interesseert. Iedereen weet dat je bij het begin van Pokémon altijd naar je professortje moet gaan en daar je eerste Pokémon ophaalt. En we moeten denk ik dit cadeau openmaken. En wat zit erin? Laat maar raden, mijn eerste Pokémon. Oh, professor. Wat zit erin? En het is... 3 Pokéballs! Oh my god! Zal ik voor de grastype Sniffy gaan? Of ga ik voor het fire-type Tepig? Of ga ik voor het watertype Oshawott? Wat wordt denk ik de handigste keus? Ik denk dat... Ik... Voor. Nou, jij bent cool. Jij bent minder. Jij bent ook cool. Maar ik neem jou, want jij bent cool. Ja, ik wil hem. Dus nu hebben we onze eerste Pokémon. En het wordt Tepig. Of hoe je het ook uitspreekt. Maar ik denk het is vuur, dus dat is wel handig. Want je moet ook tegen meer mensen waar vuur super effectief op is. Dus ik heb vuur dus genomen. En allemaal dingen. Dus dan denk ik, waarom mag ik niet alle 3 de pokeballen hebben? Want dat is toch een cadeau. Dus moeten we nu battelen? Of iets? Oh, ze zegt, ik snap allemaal niet wat ze zegt. Gaan we opschieten. Onze eerste battle is tegen Bianca. En met een mooi groen raar hoedje op. Dus wat heeft zij voor Pokémon? En ik snap niet wat dat er onder ons staat, maar dat maakt niet uit. Dus zij heeft Sniffy. En ik weet toevallig dat vuur super effectief op is. Super effectief is op gras. Dus ik weet niet of wij nog al vuuraanvallen hebben. Maar ik hoop het wel. Wat wil Tepig doen? We gaan vechten. En we doen tackle. Sniffy doet ook tackle.
kijk hoeveel leven eraf van. Niet zo heel veel, maar 4. Dus dat is wel genoeg. Even dit aan de zijkant zetten. Zo, sorry. Dus ja, Oké, wij hebben dus meer gehit. En doe nog een keer tackle. Want die tail whip, daar kan je eigenlijk niet veel mee. Gaan we onze eerste battle nu ook nog verliezen ook? Nee. Hop, opschieten te pech. Ik denk dat we niet doodgaan. Alsjeblieft, overleef het. Sniffy, ga dood. Sniffy, we gaan nog een keer tackle doen. En ik hoop dat we deze aanval over... Oh, hij doet leer. Nou ja, dat doet niet veel volgens mij. Alleen dan gaan mijn defense of mijn attack omlaag. Even die twee. Maar ja. En dan dit spel is ook handig, want dan zien jullie hoe laat ik dit opneem. En dan zie je hier 18:38. En ja, we hebben onze eerste wedstrijd gewonnen. En ja, mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Willen jullie verder zien? Willen jullie deze serie verder zien van Pokémon Black? Zet dat dan even in de reacties. Dus mensen,